Deze kans mag je niet missen. Get yours, baby. Misschien heb je hem al voorbij zien komen. De Beatmobiel. Vanuit Theater De Vijand aan de Hobbemastraat toert multitalent Deborah Cameron onder het gezelschap van beginnende lokale artiesten met dit rijdende feestje door heel Den Haag. Met de Beatmobiel ga ik dus verschillende plekken en pleinen langs in de Schilderswijk en het centrumgebied. En laat ik talenten uit de wijk hun kunsten, hun performances delen met zeg maar, de wijk. Dus mensen, ik wil dat jullie allemaal een mooi applaus gaan geven aan onze eerste artiest, Santana! Oké. Ze spelen verstoppertje, laat me niet dobbelen. Vanavond tot ochtend, ik ben aan het strongelen. Hey, Fully, gas, alles, hoog, hoog, denk aan Sa, nummer, bro. Ik leef mijn leven zo, af en toe een show. Jij blijft altijd broke. Ik denk dat we talent hebben die groot kunnen gaan worden. Zeg maar, dus ze zijn nu, voor sommigen is het echt de eerste keer dat ze gaan performen. Anderen hebben misschien een paar keer al geperformd. En is jonge talenten ontdekken dan ook de reden van de Beatmobiel? Nou, de reden is omdat in de zomervakantie Theater van Jan gesloten is. En hiermee kunnen we zeg maar, het theater brengen naar de mensen. Dus muziek, dans, entertainment, gaan we gewoon de wijk in. We zijn dicht, maar we zijn wel dichtbij. Tot eind augustus is Didi on Tour te vinden op verschillende pleinen van Den Haag. Waaronder zaterdag bij buurthuis De Burgt. Yes mensen, we staan hier op het tenniersplatsoen. Ik sta hier met Mo Zwijgerleg, L.A. Santana, de talenten uit de wijk. Wil jij ze zien? Kom dan naar ons kijken tijdens Didi on Tour. Deze kans mag je niet missen. Get yours baby!